Met Europa's hoogste reuzenrad en Nederlands grootste breakdance mag Etten-Leur met recht zeggen dat ze een flinke kermis hebben. In totaal komen er 65 attracties te staan. Het reuzenrad neemt een speciaal plekje in dit jaar. De 60 meter hoge Diamond Wheel moet een publiekstrekker worden. De kermis in Etten-Leur duurt tot en met woensdag.